Yo gasten, eentje hier, leuk jullie kijken naar een nieuwe video. In deze video gaan we de 40.000 3 tegen 3 overwinningen behalen. Ik heb op dit moment 39.996.000 uh, 3 voor 3 wins. Uh, en ik heb ook 5555 solo wins. Dat ziet er ook nice uit. De uh, volgende stap, of de volgende stap, sorry, om uh, een mooi profiel te krijgen. Is misschien iets met de duo wins, ik weet niet zeker. Misschien uh, 3500, 3569 dual winst of zo. Ik weet niet. Verder is er geen random getal in de buurt of zo wat ik kan halen. De 4000 dual winst ga ik nooit halen. Uh, nou ja, wel ooit natuurlijk. Waarschijnlijk. Maar voorlopig niet. Uh, maar in ieder geval gaan we nu voor de 40.000. Ik speel met Thomas en met Wizard. We zijn gewoon een beetje wat knokkers aan het pushen. Uh, dus ik ga deze video waarschijnlijk verschillende knokkers gewoon een beetje spelen. Dat is leuk voor de afwisseling. En dan gaan we gewoon even vier potjes winnen. En dan hebben we de 40.000 drie voor drie potjes. Uh, Gewonnen. Dat is echt heel veel in totaal. Uh, ja, dat is eigenlijk echt veel te veel. Uh, maar er zijn wel gewoon mensen in Nederland die nog meer hebben dan ik. Uh, iemand uit mijn club, Max, hij komt ook uit Nederland. Heeft echt. 52.000 of zo. Of 57.000. Eén van de twee. Maar dat is echt heel veel. Hij heeft de meeste van Nederland. Ja, dat is. Dat is echt wel heel knap. Als je zoveel overwinningen hebt. En 40.000 vind ik ook al wel mooi. Marijn naar mijn club. Die is ook Nederlands. Die heeft ook de 40.000 uh, overwinningen al behaald. Laatst. En nu ben ik gewoon aan de beurt. Uh, volgens mij. Ja, ik de, uh, Er zijn nog wel een paar Nederlanders die het hebben. Ik ben niet de eerste van Nederland. In ieder geval. Uh, ermee. Wat ik probeerde te. Dat was wat ik probeerde te zeggen. Oké, okay, we hebben dit potje gewonnen. Die Colt, Die. Uh, is aan het spinnen en hij is boos op zijn teammates. Dus dat is mooi. Dat we dit potje in ieder geval gewonnen hebben. hebben we hebben onze 8-bit naar de 750 trofeeën. Um, ja, we spelen niet zo heel hoog niveau. We spelen net onder de 800. Ik speel, We pushen gewoon een beetje knokkers naar 800. En ik ga nu voor de video gewoon even wat verschillende knokkers spelen. Um, Welke is leuk voor in het midden? Laten we gewoon even een potje doen met Brok. Dat is denk ik ook wel prima. En dan uh, zie ik jullie weer bij het, uh, potje. Okay, komen we bij het volgende potje. Oké, aangekomen bij het volgende potje tegen een Brok, een Tik en een. Uh, hoe heet ze dat ding? Uh, ik, ben, ik ben helemaal vergeten... Oké, okay, dit... <laughs> Oké, okay, ik, ik ben echt... Ik let er niet zo goed op, want ik ben gewoon vergeten hoe deze knokker heet. Maar dat is een... Hé? beurs is het, sorry. Ik weet niet precies waarom ik de naam van Beurs vergeet. Maar uh, dat kan wel eens gebeuren, toch? Uh, in ieder geval, laten we even kijken of we hier kunnen scoren. Want ik die tegendoelpunt net uh, eigenlijk echt niet moet ontvangen. Dat deed ik gewoon heel slecht, omdat ik niet gefocust was. Ik was helemaal bezig in over hoe heet die knokker nou? Dat ik gewoon eigenlijk een beetje trode. Eh... Uh, dus dat is jammer. Uh, maar ja, iedereen vergeet wel eens denk ik de naam van een knokker. Ik denk dat dat uh, best wel normaal is. Oké, okay, de bus maakt daar wel een uh, mooie kill. Alleen, ja, daar zijn wij natuurlijk niet zo blij mee. Wizard weet niet dat die guy er zit, denk ik. Ik weet niet precies waarom Wizard de bus gewoon negeert. Dat is iets wat je niet wil doen. Want bus is juist echt een knokker die uh, je ja, sowieso niet alleen kan achterlaten. En ja, dat, ik wou net zeggen, die gaat op mij. Ik wou al wegjumpen, eigenlijk. Alleen, uh, ik was net iets te laat. Dus dat is jammer. Ik weet echt niet wat Wizard daar aan het doen is. Ehm... Uh, maar Thomas is in ieder geval goed bezig met deze guy. Een beetje pinchen. Oké. Okay. Mijn god. Mijn god. Uh, dit potje kunnen we misschien beter even eruit uh, knippen. Nee, dat hoeft niet. Uh, in ieder geval even kijken. Uh, ik zal daar die kill maken. Hopelijk lukt dat. Nee, oké. Okay. Dat lukt niet. Zal ik hier even een jump doen. En dan hebben we hem dood. Oké. Okay. Mooi zo. Hopelijk kunnen we nu nog even de win... Oh mijn god. Wat doet Wizard? <laughs> we zijn allemaal een beetje aan het kloten dit potje. Nou, Thomas niet trouwens. Hij speelt gewoon goed. Uh, kan Wizard scoren daar? Oh, dat weet ik niet. Ik heb daar in ieder geval de kill. Thomas heeft daar ook een kill. Als ik naar een paas, kan hij waarschijnlijk nu scoren. Dus er staat alleen nog maar een tik. Ja, hij kan hem gewoon inlopen, denk ik. Dat is nice. Moeten we nog één goal maken en dan hebben we gewoon weer gewonnen. Maar dit potje is niet zo heel erg uh, mooi. Dat, als ik 40.000 3 voor 3 winst heb, uh, verwachten jullie natuurlijk wel wat betere gameplay dan dit. Uh, Oké, okay, even kijken. Ik zal daar even jumpen. Oh, <laughs> jump ik weer in een tik. Maar we hebben het potje in ieder geval gewonnen. Maar dit is... Niet zo heel erg goede gameplay van mij. En um, ja, dat kan ook wel eens gebeuren. Laten we gewoon even dat vergeten en even met een andere knokker gaan spelen. Uh, we kunnen wel een potje met meneer P. Hij heeft nu ook een nieuwe skin en die heb ik nog niet echt gebruikt. Dus dat is wel uh, ja, prima als we die even gaan gebruiken. Oké, okay, we hebben een potje gevonden tegen een. Oh ja, dat, dat is iets wat je niet zo heel chill vindt als je Mr. P speelt. Tegen een Poker Double Tank. Nou, uh, gelukkig hebben wij wel Shelly. Maar Shelly is natuurlijk als enige van ons een tank counter. Want tanks zijn wel goed tegen Mr. P. En ook goed tegen uh, deze knokker uh, die uh, Thomas is. Lola, sorry. Ik heb uh, heel veel video's over Lola gemaakt de afgelopen tijd. En nog steeds vergeet ik een beetje die naam. Maar ja, dat. Als je een YouTuber bent, dan. Praat je zoveel en dan vergeet je soms even gewoon wat dingen te zeggen. Maar we scoren hier gewoon. Dat vind ik uh, best wel bijzonder. Want we hebben uh, Lola en meneer P. Die zijn allebei niet heel goed tegen tanks. Ja, Lola is wel goed tegen tanks op zich. Maar niet echt tegen poker double tank in knokbal, denk ik. Maar ja, het gaat goed. Dus mooi zo. Um, Wizard die kilt daar... Nou ja, hij kilt daar niet die Frank. Maar hij cancelt zeg maar de super van de Frank. Waardoor hij uh, zijn super helemaal verspeelt En ik kill die Frank nog mooi. En we killen hier iedereen. En we hebben hier... Oh, we hebben hier nog niet gescoord. <laughs> Waar kijk ik nou weer naar? Oh mijn god, wat is dat nou weer? Oké, okay, ja, maar we spelen ook gewoon op laag niveau. Thomas en Wizards zijn hele goede spelers. En we spelen nu een beetje op... We spelen zeg maar onder ons niveau eigenlijk. Dus we zijn gewoon een beetje... Ja, niet heel serieus aan het spelen. We zijn gewoon een beetje aan het kloten. Omdat, ja, we spelen gewoon voor de lol. En dan halen we die winst vanzelf al binnen voor de video. Uh, we zijn niet heel erg aan het tryharden, zeg maar. Omdat we per se willen winnen. Ver van dat zelfs. Uh, maar we hebben dit gewonnen in ieder geval. Uh, dus dat betekent dat we nog één 3 tegen 3 overwinning moeten hebben om de 40.000 binnen te halen. Uh, dus ik ga ook even een andere knokker kiezen. Ik weet niet welke ik kan gebruiken. Ik ga ook een potje met Shelly. Uh, dus ja, dan uh, ga ik een potje met Shelly en dan hebben we een potje gevonden. Hopelijk komen we even tegen een chille matchup: uh, tegen een Edgar Rosa en een Stu. Dat is op zich wel prima voor Shelly. Uh, stuurt niet, maar ik kan die stuurdag wel gewoon een beetje alvast aanpakken. Dus op zich, nice. Uh, dit staat er goed voor. Ik weet niet wat Wizard doet. Als hij hier die bal geeft, dan kan ik scoren. Dus ja. Mooi zo. Eerste doelpunt is echt na 10 seconden alweer gemaakt. Dus dat hebben wij goed gedaan. Uh, ik had die Stu vooral heel erg verrast met mijn gadget natuurlijk net. Uh, even kijken of ik hier nog wat hits kan doen. Ja, ik, nee. Ik heb geen hits gedaan. Ik heb die Rosa voor 420 damage gehit. Uh, ja, dat is, uh, dat is, dat is niet zoveel. Uh, we kijken waar die Edgar is. Hij is daar. Oké, okay, hij gaat jumpen. Maar hij is dood. Oké, okay, lekker. Uh, daar komt die Stu aan. En ik zal hem eventjes aanpakken. Rosa ook. Mooi, mooi, mooi. Het ziet er goed uit, dit potje. Um, dus ik denk dat we nu wel de 40.000 3 v 3 overwinningen binnen hebben. Uh, ja, hoor. Um, als ik nu score, hebben we die binnen. Dus dat is super nice. Eindelijk de 40.000 3 tegen 3 overwinningen op mijn profiel. Um, ja, bedankt naar Thomas en Wizard voor het helpen. Um, en ja, dit ziet er op zich wel mooi uit. Ik ga hier eventjes een screenshot van maken. Gewoon voor de zekerheid. Laat ik ook nog even een screenshot maken van hier. Want dan zie je gewoon mijn club. Dat is ook wel leuk, want uh, ja, Thomas en Wizard zitten allebei ook in mijn club. Uh, dus ja, laten we gewoon nog even wat potjes doen. Want anders is de video wel heel kort, vind ik. Uh, ik ga een potje met Barley doen. Ik heb zin om een potje met Barley te spelen. Dus laten we die ook gewoon even gaan doen. En dan uh, ja, kijken of Wizard iets gaat. We pushen onder de 800. Dus als hij iets uh, van uh, onder de 800 zou gaan, zou dat wel nice zijn. Uh, Oké, okay, 8-bit. Prima. Laten we nog even nog een potje doen. En dan uh, zie ik jullie weer bij het volgende potje. Oké, okay, aangekomen bij het volgende potje tegen een Mortis, Crow en een Shelly. Uh, ja, met, met Barley tegen een Mortis is het natuurlijk niet echt de chillste matchup, maar ja, het maakt niet zo heel veel uit. We gaan, laten we gewoon een beetje spelen. Uh, laten we gewoon zometeen tegen de Shelly gaan in plaats van tegen de Mortis. Uh, want ja, dat, dat, wordt, dat gaat niks worden met Barley in ieder geval. Uh, eens Even kijken of we hier nog wat hits. Even wat hits. Huppa. Nee, dit wordt hem niet. Hier zijn we dood. Ehm. Uh, dus maar, we, uh, ja, we moeten wel even wat lane switch doen. Thomas moet even tegen de Mortis en ik moet even tegen de Shelly gaan. Dan, uh, dan gaat het denk ik wel goed komen. Uh, Oké, okay, die Mortis die loopt daar. En er komt ook nog een Crow op ons. Uh, dit is niet helemaal de bedoeling. Ik had eigenlijk gewild dat ik de andere gadget had. Dan had ik hier ons allemaal voor kunnen healen. Uh, maar dat is helaas niet het geval. Ik zal even dat daar neergooien. Om die Shelly weg te jagen. Uh, maar hopelijk kunnen Wizards en Thomas wat hits doen op die Shelly. Oké. Okay, uh, ze zijn ook van leen geswitcht weer. Dus ik ga denk ik weer even naar de andere kant. Die Mortis kan hier lekker, uh, lekker daar zijn. Nou ja, oké. Okay, als Wizard bij mij blijft, dan uh, kan dat ook wel. Want ik kan die Mortis met me Tony killen. Want uh, Wizard doet met, uh, met 8-bit heel veel damage. Oké. Uh, oké. Okay. Okay. Uh, die is dood. Ja, ze zijn eigenlijk allemaal wel heel redelijk uh, dood. Zeg maar. Uh, Shelly, oké. Okay, oké. Okay. Mortis, dood. crow Nee, 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 nee. nee. Hij gooit hem weg met de super. Op zich is dat wel prima, want dan zijn we weer van die crow super af. Crow super is een beetje irritant als jij met Party speelt. Springt gewoon een crow op je en dan kan je daar niet zo heel veel tegen doen. Uh, Oké, okay. kijken of mijn teammates wat kunnen doen hier. Uh, Thomas heeft de kill op de Shelly, dat is mooi. Uh, ik zou even daar mijn super gooien voor die crow. Om hem even weg te jagen. Oké, okay, hij is doodgemaakt daar zo, dus dat is lekker. Uh, eens even kijken. Eens even kijken. Ik zal hem daar even Ik weet niet of dat helemaal nuttig is. Maar we doen het alsnog. Oké, okay, ik zal hier even die gadget neerzetten. Dat heeft niet zo heel veel nut om Ja, ik weet niet waar ik hem anders zou neer moeten gooien. Um, op zich is die barley wel nice met, samen met 8 Want dan doe ik echt veel meer damage gewoon. En dan kan ik alsnog op afstand blijven. Uh, crow, bijna dood. Oké, oké, oké. Paas. Oh, nee, nee, heb ik geen ammo. Mm. Oh, nee, kut. Kan Thomas nog scoren? Ja, goed gedaan van Thomas. En nu wordt het extra tijd. Dus nu wordt het wel een beetje spannend. Want Barley is natuurlijk goed als er allemaal muren zijn. En uh, die zijn er niet in extra tijd. Maar we gaan gewoon ons best doen. Uh, die Mortis die gaat daar lekker dood. Mooi zo. Nu alleen nog de Shelly. Oké, okay, nog even wat hits. Nog één hit heb ik, mijn super. Uh, misschien kan ik die op die Barley doen. Nee. Uh, yes, nu heb ik mijn super. Ik zal hem wel gewoon even daar random neergooien. Zodat misschien uh, die Mortis en die Shelly moeten omlopen. Uh, voor mij super. Oké. Okay. Kan Thomas daar de kill maken? Dat zou heel erg nice zijn. Oké, okay, nee, dat gebeurt niet. Uh, ik zal even in deze. Barley. Uh, of in de super gaan staan. En dan wat hits doen. Oké, okay, maar Thomas heeft gescoord. Dus dat doet hij nice. Uh, we hebben nu in ieder geval. De 40.000 gehaald deze video. We hebben nu alweer één extra overwinning. Maar dat zag gewoon heel nice uit, net. Ik heb de screenshots ervan. Dus die ga ik gewoon even op Instagram zetten. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken in deze video. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren. En dan zie ik jullie later, mensen.